De begrafenis was somber. Een druilerige winterdag die het relativeren er niet gemakkelijker op maakte. Een paar ooms en tantes, enkele vrienden van mijn ouders, mijn vader, zus en ikzelf stonden rondom het graf. Het melancholieke tikken van de regen op de paraplu's bracht geen verlichting aan onze stemming. Het leven is kort en was voor mijn ouders, zeker voor mijn moeder, niet altijd even gladjes verlopen. Toch had ik mijn priesterschap vooral aan haar te danken. Ze wist me destijds te motiveren en de lange studietrein in beweging te houden. Ik was haar er dankbaar voor. Mijn vader, die reeds in de 80 was, had het er zichtbaar moeilijk mee. Ik kon niet veel voor hem doen, want troost van zijn zoon had hij nog nooit geaccepteerd. Het was een stoer mannetje en een echte pinnenvetter. Ik kon verwachten dat ook hij spoedig zou sterven. Ondanks alles zou ik niet lang kunnen blijven, want ik moest nog diezelfde avond naar het seminarie terug. Te meer omdat ik door de omstandigheden niet in de gelegenheid was geweest Harold te mailen en de koffer naar Londen te zenden. Met heel veel tranen namen familieleden afscheid van elkaar en laat in de middag reed ik mijn vader terug naar huis. Het zou een eenzame, donkere tijd voor hem worden, ondanks het feit dat mijn zus enige weken bij hem zou blijven logeren. Na het avondeten nam ik ook afscheid en reed terug naar het zuiden. Tegen 10 arriveerde ik bij het seminarie, een groot wit geschilderd gebouw uit de 19e eeuw. Het ligt bovenop een heuvel en is al van verre te zien. De prior stond me reeds op te wachten. Nadat ik uit de auto was gestapt, liep hij naar me toe en omhelsde me. We bleven even bij de deur praten. Ik liep nog snel naar mijn kamer. Het was er koud en vochtig. Ik draaide de thermostaat van de kachel op de hoogste stand en ging languit op het bed liggen. Ongemerkt drongen gedachten aan mijn jeugd zich op. Ik herinnerde me hoe ik lang geleden samen met mijn ouders wandelingen in de bossen van Oost-Nederland maakte. Mijn zus en ik kregen dan les in plantkunde, ornithologie en van iedere paddenstoel moesten we de officiële benaming leren. Jong geleerd is oud gedaan, zei mijn vader altijd. Onze vakanties aan de kust van Zeeland en Noord-Holland waren altijd een eb en vloed van spelen en leren. In de koude zomer van 1965 kampeerden we met onze oude Touareg nomadentent bij een oude vriend van mijn vader in de tuin. Dat was in Oudernieuwdorp. Het regende er de hele week en de tent bleek niet echt geschikt voor het Nederlandse klimaat. Na de eerste dag regen sijpelde uit alle naden waterstraaltjes en de volgende dag mochten we de tent in een naast het huis gelegen boerenschuur opstellen. Als kind vond ik kamperen in een overdekte tent natuurlijk prachtig, maar voor mijn ouders was dat anders, want de schuur zat vol ongedierte. In latere jaren huurden mijn ouders een deel van de Zwitserse boerderij in Oberwiel bij Spiets. We maakten met ons gezin uitputtende bergwandelingen. Toen al merkten we dat mijn moeder zwakker begon te worden. Haar eerste hartaanval kreeg ze eind 1979 en ze is nadien een aantal keren gedotterd. Jammer dat het zo is gelopen. Vanaf het bed keek ik naar de koffer die ik op mijn bureaublad had gelegd. Ik stond op, liep er naartoe en deed plotseling een vreemde ontdekking. De halogeenlamp was, vanwege de vele boeken die in de grote stapels op het bureau lagen, verplaatst naar een plankje links ervan. Het licht viel daardoor schuin op de koffer en in dit licht ontdekte ik een merkwaardig basrelief in het leer. Met mijn handen wreef ik over het zachte kalfsleer en boog mij voorover om te kijken of ik kon zien wat er stond. Tevergeefs. Ik liep naar de wandkast en pakte een groot vel wit papier dat ik over het kofferdeksel legde. Met een rood krijtje wreef ik over het papier. Er vormde zich een Keltisch kruis, omringd met de letters FVC. In het hart van het kruis stond 3 keer het Latijnse cijfer 6. Het getal van het zogenaamde beest uit de apocalyps, bedacht ik.
In hoofdstuk 13 van de Apocalyps, die ook wel de openbaring van Johannes heet, en het laatste boek van het Nieuwe Testament is, wordt gezegd dat in de eindtijd een man, de antichrist, op de wereld zal komen, die de mensheid gedurende een periode van 42 maanden zal onderdrukken. Deze antichrist maakt zich onder andere kenbaar doordat zijn naam, in cijfers uitgedrukt, 666 zal zijn. Ook wordt hij gekenmerkt door een bijzonder teken. Onwillekeurig sloop mij de gedachte binnen om de koffer te openen. Had mijn onderzoek naar de eindtijd genoeg gewicht om dat te doen? Ik besloot eerst met de prior mijn ervaringen te bespreken en samen met hem tot een besluit te komen. Ik nam het vel papier mee en klopte even later, ondanks het late uur, op zijn kamerdeur. De prior zat nog achter zijn schrijfbureau en begroette me hartelijk. Hallo Hugo, hoe is het met je vader? Ach, hij is en blijft dezelfde. Nooit toegeven dat hij ook wel eens een steuntje in de rug kan gebruiken. Mijn zus blijft een aantal weken bij hem en helpt hem met de afwikkeling van de begrafenis en probeert hem te helpen om zijn leven weer op gang te krijgen. Wil je ook niet enkele dagen of misschien wel weken naar huis? Nee, hij zou het zeker van mij niet accepteren. Ik kan hem geen rust geven. Ik zou hem alleen maar irriteren. Onze relatie is nooit optimaal geweest. Morgen zal ik een lange brief schrijven. En op die manier proberen hem mentaal een beetje op te beuren. Nu, je ziet maar. Dank u, ik kwam eigenlijk ook voor iets anders. Graag zou ik uw visie willen op een aantal zaken die ik de afgelopen dagen heb meegemaakt. En ik vervolgde met het verhaal van de verschijning in Mesnil Val over mijn ontmoeting met de journalist Harold Archik. Eigenlijk ben ik van plan om de koffer open te maken. Tenminste, als het me lukt de cijfercode te kraken. Hier heb ik een afdruk van het basrelief dat op het kofferdeksel staat. Ik gaf het vel papier aan de prior. Wat vindt u ervan? De prior keek er aandachtig naar en lachte toen schamper. Hugo, het openen van zijn koffer betekent een grote inbreuk op de privacy van Harold Archik. Dat weet je net zo goed als ik. Er zijn misschien wel duizend koffers met dit teken in het leer gedrukt. Ja, maar de bijzondere omstandigheden zijn er ook na. Archik is een uiterst mysterieuze man. En hij hoeft toch niet te weten te komen? Ik sluit de koffer weer netjes en verzend hem daarna naar Londen. Het kostte me nog enige tijd om de prior ervan te overtuigen dat het openen van de koffer een belangrijke stap in ons onderzoek zou kunnen zijn. Uiteindelijk, na ampele overwegingen en mijn belofte dat ik discreet zou blijven, stemde hij ermee in. Ik nam de koffer op mijn schoot en probeerde de cijfercode van de koffer te kraken. Uiteraard het nummer 666 en daarna nog vele andere cijfers. Na meer dan 100 getallen te hebben geprobeerd, gaven we het op. Laten we gaan slapen en het morgen afmaken. Ik nam de koffer mee naar mijn kamer, zette hem op het schrijfbureau en ging op het bed liggen. Misschien dat Archik een getal gekozen had dat voor hem een symbolische waarde bezat. En wellicht zelfs, vanwege het kruis, een getal met Keltische achtergrond. Maar welk getal was belangrijk voor de Kelten? Ik herinner me vaag een curieus verhaal over de landschapsspiraal van de Keltische god Lug, dat ook nog iets met het oude ganzenbordspel te maken had. Een keten van plaatsen met gelijkluidende namen die als een spiraal door Europa liep. Deze spiraal had een relatie met het oeroude spel dat uit 53 vakjes bestond. Ik probeerde de cijfercode 0053, maar het slot ging niet open. Ik wist dat tijdens de zonnewende op 21 juni een grote menigte druïden zich verzamelde rondom de steenkring van Stonehenge.
een jaarfeest. Probeer nu het getal 0365 en 0366. Maar wederom gaf het slot geen klik. Ten slotte draaide ik de cijfers op 0013. Ik hoorde de zachte klikjes van het slot. De koffer was open. Die schurk kende het getal van Fatima dus toch en had me beetgenomen. Behoedzaam opende ik de koffer.